toren gaan vandaag reviewen. Met mij! Aangekomen. Welkom bij de Maagdentoren. De Maagdentoren is 6 jaar geleden afgebroken door een of andere schismenizzel en is 5 jaar niet opgebouwd geweest. Ze hebben het op de Belgische manier gerepareerd en hebben ze zo iets krot gedaan. Ja, en we gaan zien wat we hier nu kunnen doen, hè Nona? Ja! Review incoming, bitches. Bad krijgt 3 op 10. Oh, mooie Taiwanbrug, 5 op 10. Oh, mooi dame op de Taiwanbrug, 7 op 10. Oh, mooi natuurlijk meertje, duidelijk. Duidelijk een 8 op 10. Hallo, hier bevindt u zich in de Maagdentoren in Zichem. Sup op Nona. Hoeveel krijgt het interieur van deze toren? Wow! Check dat aan. Ik vind voor dat architecturale ding geef ik toch wel een 7 op 10. In de toren is er ook informatie over de openingsuren beschikbaar. 2 op 10. Nee, 2 op 2. Let's go up, baby. Deze plek is ook goed om huwelijksaanzoeken te doen. Het houdt niet op, niet vanzelf. En nu ligt ze dood in de keuken. Plek om zelfmoord te plegen, 10 op 10. Gewoon hier opklimmen en boom, boom. Gewoon zo van, boom. Perfect voor als je leefbeul bent. Even wat historische kutinformatie. Even wat informatieve informatie over deze historische Maagdentoren. Deze toren is 6 jaar geleden ingestort. Maar daarvoor, een Spaanse koning heeft deze toren laten bouwen. Hij heeft hier zijn dochter op opgesloten omdat het kon. Zij bleef voor heel haar leven een maagd en stierf in deze toren. Dus, serieus? Ben jij een maagd? Kom dan in deze toren. You will sure get your maagdelijkheid. You? Ik had zo tegen Nona gezegd, hey, kom, ik heb een cadeau voor u, ik ga dat geven op die toren. Is dat een kastanje? Dat is een kastanje, ik weet dat niet. Het is ook een prachtelijke plek om te jansen. Voor uitzicht geef ik toch wel een 8 op 10. Ja. Voor plekken waar je veters kan binden, hoeveel geven ze? 10. Dit is echt 10 op 10. Echt gewoon zo. Perfecte hoogte voor mij. Hoppakee. Dit is de plek waar alle maagden worden opgeborgen. Van mij krijgt deze toren een 8 op 10. Zeer van interessant. Mij echt een 9. Ik vind dat echt vet. Het was echt vet. Dus als je ooit in Zichem bent, kom naar deze toren, want hij is super fabulous. Ja. Ook voor alle maagden die maagd willen blijven, gaan naar die toren. Maagdentoren in Zichem. Let's go. Yo. En sup op Nona. Sup op mij. Lol. Swag. Swag.